Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Ellie en wij staan op camping De Twee Bruggen in Winterswijk. Camping De Modderpoel hadden ze het ook. Inderdaad. Nou, het heeft zo hard en zoveel geregend de afgelopen nacht dat dit grasveld veranderd is in een modderpoel. Nou, echt waar. Ja. Nou ja, wat maakt het uit? Ja, nou, we leven nog. Dat is het belangrijkste. Hè? We zijn niet weggespoeld. Nee, ook niet. Nou, we gaan even naar het sanitair gebouw. We gaan even onze tanden poetsen en even onze gezichten wassen. Het is net schoongemaakt. De schoonmaakster gaat weg. Ja, ze gaan net weg. Nou, wij zouden eigenlijk deze ochtend geen stroom hebben gehad. Vanaf 9 uur tot 11 uur. Dus wij waren er best wel vroeg uit. Omdat wij dachten, dan moeten wij voor 9 uur ontbijt hebben gehad. Een pannenkoek hebben geshaked. Ja. En ondertussen is het volgens mij iets van een half... Kwart voor elf is het. Oh, kwart voor elf. En de stroom zit er nog steeds op. Ja. Dus ik weet niet. Misschien hebben ze uit kunnen slapen. Ja. Hi. Misschien hebben ze vertraging opgelopen of zo. Of gaat het hele feest niet door. Geen idee. Maakt mij voor de rest niet zoveel uit. Maar bouwprojecten lopen altijd uit. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen verstaan. Maar bouwprojectjes lopen altijd uit, zegt Nel. Nou, daar is ze gelijk in. Nou, we gaan... de wellness in. Want dit is natuurlijk... Nou ja, dit is... Ik heb het al volgens mij al eerder gezegd. Heerlijk dit. Kijk die was dan. We gaan even onze tandjes poetsen. Kijk, meegenomen vanuit de caravan. Dit is ideaal. Ja, allebei een kraan. Dat hebben wij thuis zelfs niet eens. Nee. Daar hebben wij gewoon één wastafel. Dat willen we wel, dit. Ja, dit zou ideaal zijn, maar dit is nog toekomstmuziek voor ons. Huh? Eerst maar even die keuken doen. Ja, nou, en deze douchekop hebben wij thuis ook niet. Ja, we hebben wel een regendouche, maar niet zo'n grote douchekop. Iets kleiner, dus dit is gewoon geweldig. Huh? Ja, heerlijk. Je zou bijna zeggen, nou, we blijven hier. We gaan niet meer terug. Ga je wonen? Ja, nou, als we ooit in de caravan gaan wonen, dan stel ik voor dat we hem hier neerzetten. Ja. Ja, mooi badkamer. Tandjes weer gepoetst. Nou, zoals jullie zien hebben wij ook buurtjes. Die zijn gisteren aangekomen hier. Nou, die staan echt in een modderpoel. Maar kijk, hier is het ook zo erg. Is toch niet normaal dit? Oh no. Oké, we zijn even weg geweest. En er heeft dus een vogel in onze vuilniszak gerommeld. Dat meen je niet. Wat erg. Hij zat hier nog, hè? Oh. Weet je, ik was hier eigenlijk al een klein beetje bang voor. Maar ik denk, ja, hoe lang ben je nu eigenlijk weg met tanden poetsen? Hooguit 5 minuten. Nou, kijk even wat er in 5 minuten kan gebeuren. Niet normaal dit. En hier lopen ook zoveel van die eksters. En ze zijn ook echt gewoon op zoek naar eten en... Nou ja. Niet grappig. Nee, dit is niet grappig. In kleine stukjes. Hi. Nou, waarschijnlijk denken jullie nu allemaal van ja, maar jullie hadden toch een hele mooie vuilnisbak. Ja, die hebben we. Die staat ook in de disselbak. Maar we dachten, ja, het regent natuurlijk, het is best wel slecht weer. Dan wordt die vuilnisbak ook weer smerig. Maar nou ja, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Dit. Ja. We dachten, we hangen even een zak aan de... Ja. Ja. Oké, nou, dat is dus het risico van geen vuilniszak of vuilnisbak gebruiken. Nou ja, op zich valt de schade mee. Het is al aardig goed opgeruimd. Ik denk dat ik ook gelijk nu naar de vuilnis toe loop. En dan het gelijk weggooi. Want je kan er natuurlijk op wachten dat meneer de ekster weer terugkomt. Hoppakee. Zal ik gelijk even die kant oplopen, Nel? Ik loop even naar de vuilnis toe. Zo, weg ermee.
Nou, we gaan er even lekker op uit. We nemen de paraplu mee. Dat is onze beste vriend. Deze dagen. Het is droog. Ja, het is nu droog. Alles is hier weer netjes opgeruimd ook. Nou, perfect, hè? Heerlijk. Even lekker op stap. Even mijn baliekluivers aan. Baliekluivers. Is dat een Nederlands woord? Ja. Baliekluivers? Baliekluivers is echt Nederlands. Echt niet. Niet? Ja, geen idee. Dat weet volgens mij niet. Ik heb dat dan eigenlijk nog nooit iemand horen zeggen. Baliekluivers. Alleen mij. Ja. Nou, ja? Let's go. Alles op slot? Yes. Oké. Okay. Instappen en wegwezen. De reis gaat naar Doetinchem. Woehoe. Half uurtje maar. 30 minuten. Valt mee. Zin in. Ja. Het weer is goed. Echt zin in. De camping is blubberig. Ja, ga eens op die lolly. Wegwezen hier. We zijn in Doetinchem en we zijn bij de Hema. Weet je wat het voordeel is aan de Hema? Je pakt je broodje, je krijgt een koffietje en je zit. Het is gelijk. Het gaat snel. Ja. Ja. Nou. En het is ook nog lekker. En het zijn best wel lekkere broodjes. Ja, ja toch? Ik heb een Hemaatje kip. En jij hebt de carpaccio. Carpaccio. En een lekkere cappuccino met cacao poeder. Nou hè? Ja. En uitzicht op de winkelstraat. De winkelstraat van Doetinchem. Nou, we hebben nog niet heel veel gezien hier, maar eigenlijk zijn we gelijk naar de Hema gerend. We zijn echt Hema-fans geworden. Ja. Eigenlijk tot vorige week. Vorige week zijn wij weer eens gaan lunchen bij de Hema in Kampen, inderdaad. Oh. En ja, dat was eigenlijk zo goed bevallen. Dat we nu dachten, ja, we gaan nu weer. We gaan weer. Dus dit ziet er toch super lekker uit. Ik pak even een servetje. Ja. Het is rustig in Doetinchem. Heel rustig. Ga je hier even in? Nee hoor, loop maar door. Weet je wat mij opvalt in de Achterhoek? Nou. Dat je heel veel vlaggen ziet. En dat wijst er eigenlijk op dat de Achterhoeker gewoon echt trots is op zijn afkomst. Nou, vind ik mooi. Mooi om te zien. Want je ziet ze gewoon echt overal. Wat vind jij ervan, Nel? Super. Super, zegt ze. Ja. En we zijn op het plein van Doetinchem. Nou, daar staat een joekel van een kerk. Geen idee hoe die kerk heet. We gaan even een kijkje nemen hier. Maar ik vind het eigenlijk wel een leuke stad, Doetinchem. Het is gewoon niet te groot, niet te klein. Nou, dit is eigenlijk een straat met alleen maar restaurantjes volgens mij. Daar is het nu helemaal rustig. Het is een doordeweekse dag en ook nog in de ochtend dus. Of in de ochtend, een beetje vroeg in de middag. Dus het is gewoon rustig. En Nelly die loopt af en toe een winkeltje in. Omoda. En we staan nu trouwens in de Grutstraat. We zijn net daarin geweest, in die straat. Ook wat winkeltjes in geweest. En ik denk zomaar dat we zo meteen weer een beetje terug gaan richting de auto. Nou, weet ik eigenlijk nog steeds niet hoe deze kerk heet. Ik loop even die kant op. Misschien staat het aan de voorkant. Ja, ik ben erachter. Het is de Sint-Catharina-kerk. Kijk, hier staat het. Een grote driebeukige hallenkerk. Vernoemd naar Sint-Catharina, een martelares die omstreeks 307 ter dood werd gebracht. Oké. Nou, dan gaan we even binnen kijken. Jammer is. Nou? Plastic stoelen. Dat zie jij dan weer.
Ja. En we lopen weer door. Wat een weertje. Niet normaal lekker dit. Het zonnetje schijnt. De lucht is weer blauw in plaats van grijs. Want we hebben gewoon de afgelopen dagen alleen maar grijze luchten gezien. En zo af en toe een blauwe lucht. Nou, dat was gewoon dan ook 5 minuten en dan was het weer weg. Als je geluk had. Maar het is nu heerlijk weer. Dus we genieten volop. Nou, ik moet zeggen, de laatste tijd zijn wij best wel vaker in een winkelstraat te vinden. Normaal gesproken dan zochten we nog wel eens een natuurgebied op, maar... ligt misschien ook wel een beetje aan het weer. Ja, nu is het mooi weer, maar je zoekt dan toch automatisch een beetje ja, de warmte op of zo van een winkel. Geen idee. Nou ja, we wilden sowieso nog een keer in Doetinchem kijken, dus daar zijn we dan nu. En we moesten voor Nelly ook nog even nieuwe veters scoren. We hebben we net even gevraagd in een winkel en die mevrouw zei dat we naar een schoenen maken moesten. Dus die gaan we nu even opzoeken. Huh? Ja. Zit jij te lachen? Wat is er? Niks. Oh. Ik wil ook even naar de Intertoys. Ja. Dus we zijn gewoon even lekker gaan shoppen. Voor de verandering. En we zijn weer terug op de camping. We hebben even alles in de caravan gegooid wat we gekocht hebben. En wij gaan zwemmen. In Bacardi Lemon. Zwemtas. Ja. Leuk zwemtasje ook. Ja, Obelink. Helemaal in de Obelink sfeer. Ja. Nou, de camping stroomt vol. Ja, er komen nieuwe campertjes bij. Kijk. Daar, in het hoekje, wordt er één neergezet. En daar staat er één nog verderop. Dus windkamperen is best wel hip onder de Duitsers. Sowieso. Niet onder de Nederlanders. Nee, er staat volgens mij één Nederlander. Ja. En dat andere veld staat ook voller dan vanochtend. Ja, maar ik vind het wel jammer. We moeten winterkamperen wel wat beter op de kaart zetten. Dat zijn we aan het doen, toch? Ja, dat is waar. Ja. Hey, mensen, we hebben nog steeds geen stroom. En we gaan even naar die bakkerij, want die voucher hadden we nog. Of weet ik, het restaurant. Geen flauw idee, maakt me niet uit wat het is. En dan gaan we even een lekker koffietje doen. Ja. Met een gebakje. Ja. Want de stroom is er nog steeds niet op. En ik had gevraagd, of ik heb even de receptie gebeld, want het is al over 4. En het zou tot 2 uur duren volgens mij. Eerst was het 9 tot 11. En toen om 11 uur was het er nog niet af. Toen werd het 11 tot 2 of zoiets. En nu is het inmiddels over 4. En we hebben nog steeds geen stroom. Dus ik had even gebeld. Want we hebben wel vlees in de koelkast gelegd. En die vrouw zegt. Het zou er elk moment op moeten schieten. Want voor in de camping hebben ze het er al op. De wifi zat er daar al op. En Dus ze zegt. Liander is druk bezig voor het donker. Moet het erop? Dat is de afspraak. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Nou ja, dat hoop ik ook. Anders hebben wij een probleem. Ja. We hebben ook al spulletjes voor gekoelde spulletjes voor morgen gekocht. Ja, dat bedoel ik. Dus, en die koelkast die doet het al waarschijnlijk al een dag niet of zo. Ik heb geen idee. Nou ja, dan stond er ook niet zo heel veel belangrijks in. Nee, maar... volgens mij kan je het beter buiten zetten. Maar ja, weet je, ze zijn wel netjes met excuses aanbieden. En we hebben natuurlijk nu die waardebon voor gebak en koffie. Dus dat gaan we nu even doen. Ja, en dan gaan we zo even heen. Nou, en daarna zwemmen. Dus wij vermaken ons wel. Met de shitload en slippers. Maar het liefst wil ik wel dat die stroom erop staat als we terug zijn, ja. Ja, ik hoop dat er in dat restaurant ook een stopcontact is. Want dan ga ik even mijn telefoon laden, want die is ook leeg. Je komt in één keer tegen allemaal van die gekkelijke probleempjes loop je aan. Nou ja, maar toevallig, we zaten net in de auto, was er een reclame voor de radio. En daar was een reclame van gas, licht, water. Volgens mij, dat zijn natuurlijk de levensbehoeftes. Ja. Behoeften. Gas hebben we plenty. Hebt, dan zit je gelijk te kijken. Ja. Nou ja. Oh, die koelkast hadden we ook nog op gas kunnen zetten. Oh ja. Nou, we zijn ook van... domme. Wij zijn ook zo dom. Ik zeg het zelf alvast maar. Ja. Voordat we alle reacties krijgen, de koelkast kan ook op gas. Ja, dat weten wij. Ja, nu ja. Net niet aan gedacht. Stom. Nou, we lopen even gezellig naar het restaurant en dan gaan we een koffietje doen. Ja, leuk.
Nou, we zijn er. Nou, ga maar staan achter de bar. Meid. Wat wil je? Bier. Nou, wat is de ingang? Geen idee. Oh, daar denk ik. Wat? De vitrine vol met gebak. Ja, vitrine is vol gebak. Dat had ik gisteren al gezien. Oh, dat is geen gebak. Dat is wijn. Oh. Ik dacht ook dat dat gebak was. Wij zien overal gebak in. Nee, dat is wijn. Appel en mokka, denk ik. Ja. Oh, gezellig. Mogen wij zelf een plek aan het zoeken? Kachel was net opgestookt. Kijk nou eens hoe knus. Er hangt ook een hertje naast je. Gezellig. Nee, ik vind het hier echt heel leuk. Ja, leuke inrichting. Ik kan niet heel lang filmen, want er is muziek. Nou, kom maar op met die koffie en gebak. Ik heb net mijn gebak uitgezocht, hè? Heerlijk. Vaseline nou. Ja. Oeh la la. Heerlijk. Lekker hoor. Ja, wat een verwennerij. Nou, gewoon vaker geen stroom op de camping. Nou, inderdaad. Ja, toch? Lekker koffietje. En ik vind het ook lekker dat je het tegelijk krijgt. Dat is ideaal. Ja, je koffie en je gebak tegelijk. Ja. Ja, want gisteren zaten wij ergens en kregen we eerst koffie. Toen hadden we de koffie op, toen kregen we pas ons gebak. Nou, dat is ook een tactiek, hè? Ja, oké, maar ik vind het fijner. Ja, ik ook. Nou ja, lekker dit. Lekker voor het kacheltje. Hè? Huh? Heerlijk. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ik moet mijn slippertjes vallen. Ja, met die slippers. Gaan we weer baantjes trekken. Dus maar anders heb je zo'n grote kleedkamer. Ja. Lekkerder. We hebben gewoon het zwembad weer voor ons alleen. Kijk dan. Zo rustig hier. Er is gewoon helemaal niemand. Nou, we hebben hier onze tas neergezet. Hier hebben we ook nog een bubbelbad trouwens. Ik weet niet of jullie dat de vorige keer hebben gezien. Maar hier hebben we dus een bubbelbad. En er is ook nog een glijbaan. Dat is hier. Kijk, hier ga je de trap op. Oh, die is dicht. Ah, nee. Kijk, ik had de GoPro meegenomen om even van de glijbaan af te gaan. Maar die is dus gesloten. Nou, dat is jammer. Oké, nou, dan niet. Nou, dan gaan we even zwemmen. Even baantjes trekken. Nou, Ali die, ik weet niet waar ze is. Maar, ik weet ook niet of jullie mij kunnen horen trouwens. Ik ben in ieder geval nu. Ik ben aan het zwemmen. Het is helaas geen Bacardi Lemon. Had ik wel gehoopt. Maar het is lekker. Oh, daar ben je. Mensen, we zijn terug van het zwemmen. Ja. Ali is net even buiten geweest. Die heeft even de airfryer opgehaald. En ik ga koken. Kom met Nelly. Nee, we volgen iemand op Instagram. En die zegt altijd... ze zegt altijd... onderwijs koken. Onderwijs koken. Oh ja, dan moet ik zeggen...
Nelskeuken, Alderwetskatten. Ja, dat ja. Zoiets. Nou ja, in ieder geval, ik ga koken. Ik ga koken. Nou, het is wel een makkelijke maaltijd. En Ali heeft bedacht om iets heel makkelijks te eten. En dat is, voilà, pita broodjes. En we gaan die eventjes in de airfryer stoppen. En dan ga ik kip shawarma bakken. En we hebben er een saladetje bij. En heel veel knoflooksaus. Lekker. Het stinken. En we hadden ook weer stroom toen we terugkwamen. Ja, we hadden stroom. We waren wel een beetje bang trouwens hoor, dat we geen stroom zouden hebben. Maar het is allemaal goed gekomen. Ja, gelukkig al. Nou, ik ga beginnen. Airfryertje is aangeslingerd voor de pita broodjes. Hoppa. En jij bent de kip al aan het bakken, zie ik. Ja, lekker hoor. En hier hebben we de Caesar salad. Of heb je dit al laten zien, Nel? Nee, dat is niet. Het is een zeer makkelijke maaltijd. Ideaal. Hoe lang moeten deze dingen? 4 tot 6 op 2,40. Nou, we hebben bewust voor de volkoren pita's gekozen. We gaan ook een beetje gezond doen. Want we gaan gezond doen. We hebben er net een gebakje ingewerkt. Een Hazelino. Ja. Ja, maar je moet het ergens compenseren, mensen. Ja. Compenseren is de kracht. Ja, ja. Het geheim. Nou, kijk nou hoe lekker die kip is gewoon bevroren. Ja. Dat hadden we even in de vriezer gelegd, omdat het stroom eraf was natuurlijk. Ja. En we niet van die wakkere dames waren, die dachten aan de koelkast op gas. Ja, maar nu is het ook goed gekomen. Is nu ook goed. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, dit is wel gewoon even lekker, toch? Zo'n maaltijd. Ja. Maar, Aal. Er zijn ook kijkers die vinden het leuk als jij een keer gaat koken. Nou, prima. Zullen we dat nu doen? Dit is geen koken. Nee, gewoon dit is ook koken. Dit is bakken. Gewoon echt iets koken, denk ik, dat die mensen bedoelen. Nou, kijk mensen, ik ben nu aan het bakken. Zie je? En ook nog aan het filmen. Nou, ik kan gewoon meerdere dingen tegelijk. Kijk, ik heb gewoon een derde amp gekregen. Ja, ik hou hem maar even vast. Ja, ik zou nog een keer gaan koken, maar het komt er steeds niet van, hè? Moeten we het toch maar een keer inplannen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Nou, ik heb een lekkere Caesar salad klaargemaakt voor jou. Ik heb het ook nog in plastic verpakt. Nou, heerlijk. Ja, hè? Er zin in. Nou, het belangrijkste zit ik alvast op tafel. De knoflook. Nou, eet smakelijk. Ja, ziet er lekker uit. Lekker makkelijk was dit. Dit was echt camping eten. Nou ja, dat mag ook wel eens, toch? Ja. Ik bedoel, de afgelopen dagen heb je best wel goed je best gedaan ook. Nou, dat doe je altijd, maar veel snijwerk. Nou, nu niet. Nou, eet smakelijk! Het is tijd om ons bed te maken. Hoppa. Zo. Zo. Klaar. En klaar. Nou, kijk eens wat een lekker bed. Lig er maar. Hoppa. Dit is mijn overkussen. Lekker hard ook. Stel je voor dat je hier de hele nacht op moet liggen. Mm-hmm. Zou dat lekker liggen? Heerlijk. Fantastisch. Nou, hurry. Duurt lang. Nou mensen, we gaan naar bed toe. We zien jullie morgenochtend. Ja. En dan verlaten wij deze camping. Ochtend van vertrek, laatste nacht hier. Ja. Hopelijk is het morgenochtend een beetje droog. Huh?
Dat hoop ik, ja. Maar ja, ik reken op regen. Ali heeft keelpijn. Ja. Hij is niet fit. Nee. Nou ja. Niet hè? Helemaal. Nee. Hè? Hoort er ook even bij. Lekker slapen misschien. Ja, maar morgenochtend. Ja? Wat heb je te koop? Ja, in de herfst ga je altijd iets mankeren. Benden met keelpijn. Ja. Nou ja. Nou, tot morgen. Doei. Goedemorgen, we zijn weer wakker. Het is 8:15 en het is nog best wel donker buiten, vind ik. We hebben even een lampje aangezet, tafellamp. En ik heb nog steeds in mijn keel. We zitten aan het ontbijt. Nelly is al begonnen en ik ga nu beginnen. Nou, en daarna gaan we opruimen. Dus tijd om naar huis te gaan, jammer genoeg. We hebben hier ook best wel lang gestaan. Volgens mij iets van 5 dagen in totaal. Dus dat is vrij lang voor ons. Maar ja, het was een heerlijke camping. Dus die 5 dagen zijn voorbij gevlogen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Die 5 dagen... Hoor. Ja, wat zit jij? Wat een kuchen. Ja, sorry. Je lijkt wel een oud mannetje. Vreselijk dit. Ja. Ik zit ook vol, lijkt het wel, als ik ga hoesten. Oh. Nou, oké. Wat zou jij zeggen? Nou, dat weet ik niet meer. Ik ben helemaal van mijn apropos. Oh, nou. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het was echt een heerlijke camping. Super schoon. Ja. Super luxe. Super wellness. Super. Nee, het is gewoon echt. Ik kan het niet leuker maken. Voor in de winter sowieso. Heerlijke camping. Heerlijk, ja. Echt fantastisch. Mm-hmm. Dus mensen, kom in grote getalen naar Winterswijk. Lekker shoppen bij Obelink. Daar hebben wij alleen een bakvorm gekocht. Ja. Nee, niet hè? Jawel, siliconenvorm. Ja, dat zeg ik, een bakvorm. Ja, meer niet, nee. Meer niet, nee. Oké, nou ja. Ja, weet je, het is dat wij hier best wel veel vandaan wonen. Maar anders dan was dit voor ons wel een hele goede... Wintercamping. Wintercamping, ja, inderdaad. Maar ja. We gaan gewoon weer naar de Paalberg en de Rimboe. Ja. Ja. Nee, kijk, voor 3 dagen ga ik er echt niet naartoe rijden. Het is gewoon te lang rijden. Het is, hoe lang zitten we bij de stalling weg? 1,5 uur? Ja, en dan moeten we ook nog naar huis. Dus dan zijn we denk ik al 2 uur onderweg. Mm. Iets meer dan 2 uur of zo. Ja. Ja, het is niet anders, hè? Nee. Nou ja, doe maar. We hebben er nu van genoten. En daarom zijn we er ook 5 dagen geweest. Want ja, anders is het de moeite niet. Nee, daarom. Ja? Nou, eet lekker je pannenkoek op. Doe ik. Ga jij lekker verder kuchen? Ja. Ik heb een, zoals gewoonlijk... Vanille topping. Vanille topping. Nou, eet ze. Joep. Nou, ik ben de buitendingen aan het regelen. Waaronder ook de flatjack. Die kan ik leeg laten lopen. En Nelly is bezig met de binnenkant schoonmaken. Daar gaat ons luchtbed. Zo. En dan gaan we eventjes de caravan een klein stukje naar voren duwen of naar achteren. Maakt mij niet zoveel uit. En dan kan ik de flatjack schoonmaken en dan kan Nelly nog even bezig met de laatste dingetjes. Nou, dan laten schieten we lekker naar op. Naar achteren doen. Naar achteren, ja? Ja? Oké. Okay. Nou, gaan we hoor. 1, 2. Hoppa. Ja, top. Kijk, de flatjack is ook best wel smerig geworden. Maar gelukkig staan wij dichtbij een watertappuntje. Dus daar kan ik hem even lekker schoonmaken. Hoppakee. Kraantje erop. Kijk, dit is ideaal. Want dit materiaal is heel makkelijk schoon te maken. Het is gewoon even afspoelen met water. Even het zand eraf. Zo. Straks nog even een doekje eroverheen. En that's it. Kennen jullie deze techniek van dweilen al? Volgens mij bestaan er zulke schoenen, hè? Echt?
Echt? Ja, voor nou, thuis. Dan, ik wil die. Schoentjes met een dweil eraan. Ik wil die aan. Nou, trek jij ze lekker aan. Nou, tafeltje erin. Stoeltjes Hoppa. Komen erin. Eigenlijk kunnen we die stoelen en die tafels wel thuis laten, want die ga je toch niet meer gebruiken. Omdat we eigenlijk met winterkamperen niet buiten zitten. Alles wordt nattig. En, dus we zitten eigenlijk altijd binnen. Dus in principe hadden ze wel thuis kunnen blijven. Maar ja, het is ook wel handig als je gewoon alle caravan rotzooi in de caravan hebt. Ook omdat we natuurlijk niet heel ruim wonen. Dus laten we het maar hier, denk ik. Ready! En het is 10 uur! Ja. Nou, dat hebben we echt heel knap gedaan. Vind ik. We zijn nog nooit zo vroeg geweest. Nee. Nou ja, we moeten ook wel een beetje vroeg, want we hebben voor vanmiddag ook nog wat dingetjes op de planning. En het is natuurlijk 2,5 uur rijden, dus ja. Het was noodzaak. Nou, ik ga de auto ervoor zetten. Ja, ga eens op die lolly. Sleutels. En er is een eind gekomen aan ons avontuur op de Twee Bruggen. Het is een vakantiepark, ik zou bijna zeggen camping. Maar ja, we hebben het hier echt heerlijk gehad. Ik ga nog even naar de receptie. Ik moet nog even betalen. En ik moet nog even de vuilnis wegbrengen. Ali rijdt vast naar het einde toe. Ik zei, ik loop wel even met die vieze vuilniszak. Dus ja, fijn gehad hier. Echt heerlijk. Aanrader voor in de winter. Nou, Nelly heeft uitgecheckt en het is tijd om te gaan. Jammer. Jammer, ja. Joh. Jammer, het zit er weer op. Ja. Nou, het was echt 5 sterren waardig. Volgens mij wel 6. Staat ja, dat 6 sterren? Nee, volgens mij niet. Okay, nou maar bij deze? 6 sterren. 6 sterren ja. Voor de Twee Bruggen. Ideaal. Echt heerlijk. Heerlijk. Super van genoten. Mooi zwembad. Mooie voorzieningen. Schoon. Luxe. Ja. De badkamers. Ja, niks meer aan toe te voegen, nee. Toch? Nee. Nou, gewoon, perfect. Wij gaan de vlog afsluiten. Ja, we bedanken jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En we zien jullie bij de volgende vlog. Doei doei.